Vaartoe, goeiedag kijkers en welkom bij de 8e aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij dus informatie, inzichten en natuurlijk updates over de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft en daarmee ook Suriname in zijn greep heeft. En we starten elke aflevering en we eindigen elke aflevering met de hele belangrijke instructies. Dat zijn er drie in elk geval die je altijd zelf kan uitvoeren. 1 is hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 2 is social distancing en dat is een veelgehoord begrip de laatste tijd. Houd 2 meter afstand tussen u en iedereen elders om u heen waar u ook bent. En ten derde de hygiënemaatregelen natuurlijk in acht nemen. Veel handen wassen, veel ontsmetten en dat zijn dingen die u echt zelf kunt doen. En daarnaast natuurlijk alle andere maatregelen die de overheid heeft getroffen om in elk geval de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Op dit moment is het een beetje steady, kun je zeggen. En waar we mee bezig zijn, is het voorkomen van verspreiding van het virus. En een hele belangrijke groep in dat proces is ongetwijfeld de media. En daar praten we dus over journalisten en verslaggevers van radio, televisie en krant. En in elk programma hebben we dus 1 gast. En vandaag is onze gast iemand uit de mediawereld. Het is de verslaggever Samuel Blankendaal. Sam, ik zal maar zeggen Sam. Goedemorgen en van harte welkom in ons programma. Thank you, Marciano. Sam, laten we beginnen bij het begin. Op vrijdag 13 maart moet het zijn, kregen we de boodschap dat de eerste persoon positief getest was. En sinds toen, het is nu ongeveer 2,5 week terug, kwamen we in een rollercoaster terecht van zoveel dingen die we niet gewend zijn, niet als samenleving, niet als medische sector, niet als media. Je komt in een rollercoaster, zoveel nieuwe dingen. Je bent er continu met je neus heel dichtbij geweest. Hoe heb je die afgelopen 2,5 week ervaren? De afgelopen 2,5 week waren zeer tof, want we hoorden het over het coronavirus daar in het buitenland. Maar wanneer het je eigenlijk confronteert hier in Suriname, dan begin je dan extra te lezen. Je neus erop, je leest, je stelt vragen, je belt medici, verpleegkundigen, je belt mensen van het managementteam om je steeds in te lichten en op de hoogte te stellen. Je gaat googlen op de WHO-website en andere sites van andere landen om eigenlijk meer te weten, zodat je de kennis bij elkaar kan brengen om dan zelf ervoor te zorgen dat we het hier onder controle kunnen hebben. En nu ben jij bent heel prominent aanwezig bij elke persconferentie van het COVID-19 managementteam, wat goed is. Je stelt ook hele pittige vragen. Het team heeft een website en daarop konden we tot en met gisteren nog lezen. 8 positief getesten. En als we kijken naar de personen in thuisquarantaine, daar zitten we op 565. Dat is niet weinig, hè? Dat is niet weinig, nee. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het is schrikbarend en het gaat meer worden. Dus met deze 500 zoveel gevallen die we hebben, moet het een eye-opener zijn naar de samenleving, dat we het serieuzer moeten gaan nemen en inzien, want uiteindelijk is elk individu verantwoordelijk dat dit virus niet verspreid wordt. Er zijn richtlijnen gegeven, blijf in thuisquarantaine, hou je aan de regels, er wordt genoeg informatie verstrekt en het grappige is, de mensen die in die thuisquarantaine zijn, zijn vaak genoeg de mensen die uit het buitenland zijn gekomen, die in contact zijn gekomen met mensen op de werkvloer. Die hebben toch wel een bepaalde educatie, om het zo te noemen, om het te begrijpen dat, mm-hmm. Dat ze bepaalde risico's niet kunnen nemen. Dus die informatie naar die groep is duidelijk genoeg. Mm-hmm. Heb je weer de andere groep waarbij je het eigenlijk anders moet aanpakken om te gaan naar de buurten en misschien een beetje ghetto taal om het zo te zeggen. Want we zien die video's op social media en de mensen uitleggen van hey broertje, aan een avondklok voel, intimideer je, maar het gaat erom van if hoe allemaal kon ziki, ga geen van ons meer hier op de hoek kunnen staan. Is tijdelijk, daarna gaan we het leven weer gewoon kunnen oppakken. Mm-hmm. Dus ja, zo zie ik het. Oké, en dan heb je natuurlijk het COVID-19 management team. Het is zeg maar de drager van het geheel. Maar er zijn meer groepen, want wat we nu proberen te doen is in principe de verspreiding van het virus te voorkomen. Je bent verslaggever, je bent er heel dichtbij, je bent elke dag bij de persconferenties. Wat denk je dat de belangrijkste taak is van de media, in dit geval ook jij als verslaggever, om verspreiding te voorkomen? Wel, de belangrijkste taak is om eigenlijk goede en juiste informatie te krijgen van het managementteam, zodat we dat ook terug kunnen vertalen naar de samenleving. Er zou eigenlijk ook een sessie moeten zijn, de Rotary was daarmee bezig, om de media ook te scholen hoe we bepaalde zaken verwoorden. Want dan wordt er gezegd coronavirus, dan COVID-19 en niet ieder is echt op de hoogte
wat er gebeurt. Terwijl als wij als media eigenlijk zo'n beetje die kennis krijgen, er wordt zo'n sessie gedraaid voor ons, dan kunnen we een beter verslag doen en betere vertaling doen naar de samenleving. Want at the end of the day zijn wij als media mensen van alle bedrijven degene die terug moeten koppelen naar het publiek, naar de samenleving. Dus de informatie naar ons toe zou eigenlijk duidelijker moeten geschieden. Mm-hmm. En ook soms wanneer er geruchten zijn dat van fake news, dat verziekt ons allemaal, dan zou het COVID-management team direct moeten komen op een website en komen met oké, dit is het, dit is niet waar. Er was onlangs een bericht over iemand die vermoedelijk zou zijn overleden. Het bericht kwam er sinds morgens. Er is gewacht tot om 4:00 of 4:30 middags om op de persconferentie dat te geven. En dan blijft dat nieuws lopen. Je als management team zet direct een update op je site. Dit is niet waar. En stuur een e-mail direct naar de mediahuizen, zodat wij dat direct ook kunnen doorspelen in de samenleving. Nou, ik denk dat het ook komt vanwege zeg maar, de nieuwigheid van het geheel. Hè. Ze raken geconfronteerd met zoveel dingen. Ze doen keihard hun best. Maar inderdaad zou het op enkele vlakken iets beter kunnen. Jullie, de media, moeten de informatie doorspelen naar de bevolking. Heb je het idee dat we iedereen bereiken? Nee, we bereiken niet ieder. Reden waarom ik het zeg, we hebben in Suriname Nederlands sprekende, Spaans sprekende, Stranantongo. We hebben de mensen die Haitiaans spreken, Frans spreken uit Haiti. Dus je moet eigenlijk in zekere mate een vertaling hebben voor al deze mensen. En proberen in de branche waarin ze zijn of de sector waarin ze zijn, die groepen eigenlijk te gaan bereiken. Weet je, want anders heb je het dat maar een heel kleine groep het bereikt. De regering doet hun best, maar er zou eigenlijk meer eruit moeten komen wat dat betreft om bijvoorbeeld in de goudvelden te zijn. Je hebt verschillende groepen daar die Sarawakaans of Okaans of Portugees praten. Die groepen moet je ook proberen te bereiken en dan gaat het eigenlijk beter gronden. Mm-hmm. We zien, ik zal het even hebben voor jou, heel vaak op de persconferentie en het lijkt alsof dat je werk is. Maar ik denk dat er veel meer is buiten die persconferentie voor een journalist, voor een verslaggever, om de juiste informatie naar de gemeenschap te brengen. Hoe ziet je dag eruit? Wel, je staat op en dan begin je dan direct updates te checken van die COVID-19 site, de bekende site Star News, de Waarheid. Check ik en dan ga ik op social media om te kijken van wat er zich daar heeft afgespeeld. En dan probeer ik dan een link te maken. Ik ga naar de studio, ik bel bijvoorbeeld met een deskundige van ik heb zoiets gelezen, kunt u het beter aan me uitleggen? Een ander voorbeeld, een kort voorbeeld zal ik geven, dat van interferonde medicatie uit Cuba. Dan heb ik met de arts gebeld van Suriname is van plan zo'n medicatie te halen, wat weet u daarvan? Hij heeft me het verteld en hij heeft me enkele sites gestuurd en ik ben zelf gaan googlen. En dan bereid je je voor en misschien op de persconferentie kan je maar 2-3 vragen stellen, maar die voorbereiding die vooraf gaat, is enorm, want je wil niet een vraag stellen voor het vragen. Mm-hmm. Weet je wil toch wel een inhoudelijke vraag stellen, zodat de samenleving bij die vraagstelling ook kan zien van oké, Sam heeft zich ingelezen en op basis hiervan stelt hij die vraag, die opbouw wordt gegeven om dat te doen. En het neemt toch wel tijd. Mm-hmm. En de afgelopen weken vanaf COVID-19 ben ik me meer gaan verdiepen daarin. Zodat ik eigenlijk bij die persconferentie voorbereid ben. En na de persconferentie, wanneer het afgelopen is, dan praat je ook met de mensen daar. En dan geef je ze bijvoorbeeld wat tips van, nemen jullie dit mee? Of deze vraag wilde ik stellen, maar soms zegt men ook van, ja, wij als media moeten voorzichtig zijn om bepaalde vragen te stellen. Want het kan dan een soort sensatie worden van, dit is gebeurd. Dus na de persconferentie. Maar dat snap je wel, hè? Je snapt hun concern wel daarover. Ja, ik snap hun concern helemaal daarover. En tegelijkertijd bekijk ik het van beide kanten van oké, ik maak een afweging van zal ik die vraag toch stellen in die persconferentie of zal ik toch wel een beetje voorzichtiger zijn. Als ik het vraag na die persconferentie en ik zie na 1, 2, 3 dagen wordt er niets gedaan, dan ga ik die vraag wel stellen, want dan neem je mijn huiswerk eigenlijk niet mee. Ja, precies. En na de persconferentie ga je naar huis, je evalueert en dan kijk je van oké, misschien had ik deze vraag anders kunnen stellen of misschien had ik deze vraag op deze manier kunnen doen. En de samenleving, constant zijn ze achter je om met problemen. De ene belt vanuit New York, de andere vanuit India, Indonesië, noem maar op. Mensen in bepaalde sectoren vragen je van oké, maar hoe staat het met de bussector, mensen bij de SLM. Dus van alles en nog wat. En dan probeer ik dan een
een soort verslagje te maken voor mezelf. En dan te kijken van oké, deze vraag is nu wel van belang. Jullie hebben het even druk als dat managementteam, hè? Ja, ja, echt waar. Dus ik kan me voorstellen dat het managementteam het druk heeft. Daarom is het samenwerken met de media, dat is zeer belangrijk. Want op een gegeven moment belt men naar ABC, maar ik zou Blankendaal spreken. Dus het lijkt soms zo af en toe alsof daar mijn huisadres is. Want men belt gewoon daar. Sommigen komen aan je nummer op social media, sturen e-mailtjes. Maar ik snap het. Maar daarom is de media heel goed. We zijn geen vijanden. Mm-hmm. Soms lijkt het misschien zo in de persconferentie, wanneer we met harde vragen komen, dat we een beetje op twee kanten van elkaar zijn, of tegenover elkaar zijn. Maar dat is het helemaal niet. We proberen juist een bijdrage te leveren. En wij doen het vanuit de kant van de media. En zij doen het vanuit hun verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En nu bijvoorbeeld in de zorg is er een concern dat ze zeggen de focus is zodanig op COVID-19 dat andere zieken een beetje terzijde gelaten worden. Ik denk de media heeft hetzelfde probleem. Er is zoveel informatie, er is zoveel onderzoek te doen naar COVID-19. Heb je het idee dat het ander nieuws ondersneeuwd raakt? Ja, het andere nieuws raakt helemaal ondersneeuwd. Oké, nu hebben we een beetje weer dat van die valutawet, waardoor het een beetje een andere balans is gaan komen. Pardon. Maar we zien duidelijk dat in de medische sector, ik praat met artsen, ze geven aan, alles draait om COVID-19. In het nieuws, alles draait om COVID-19. En we moeten eigenlijk niet slapen, want anders is de focus alleen maar op COVID-19. Maar we moeten ook kijken van, oké, wat gebeurt er daadwerkelijk in Suriname, in de rest van de zorg? En dat is zeer belangrijk dat het managementteam ook de andere groeperingen scherp houdt en wakker houdt van oké, dit gebeurt er, maar laten we niet slapen, want anders krijg je bijvoorbeeld weer iets anders dat gebeurt en dan wordt het onoverzichtelijk. Ja, precies. Dus dat jij bij ABC aan iedereen wordt meegegeven van hou de veiligheidsmaatregelen in acht. Heel kort over het bedrijf waar jij zit. Hoe hebben jullie daarop gereageerd? Hoe heeft het bedrijf daarop gereageerd? Wel, direct hebben we maatregelen getroffen. Nu, als je naar ABC komt, voordat je eigenlijk binnenstapt, heb je eigenlijk al wat instructies daar. Je hebt daarvoor op een hand sanitizer, je kan je handen wassen. En we doen geen, bijvoorbeeld een programma als Switch, wordt niet meer gedraaid. Dat is een live programma met gasten in de studio, hebben we voorlopig on hold gezet. Programma's als ABC Actueel en De Weekrand en Wel Ingelichte Kringen doen we zoveel mogelijk telefonisch. Mm-hmm. Want we proberen ook op die manier het contact te vermijden. Mensen die naar de administratie moeten gaan, worden eigenlijk dan gezegd van oké, u staat eigenlijk buiten. U hoeft niet meer naar binnen te komen. Ter voorkoming hier van de verspreiding. En er wordt eigenlijk ook een shift gewerkt vandaag. Bijvoorbeeld, laat zeggen, er zouden 5 mannen moeten zijn. En er vandaag 2, de volgende 3 zijn er de volgende dag. Dus zo spelen we erop in. En tegen elkaar zeggen we ook van broers, zus, ga niet te veel naar plaatsen waar je niet thuis hoeft te zijn. Want het kan zo zijn dat jij ergens gaat, ik hou me eraan en jij gaat naar een plaats waar je niet moet zijn en brengt het binnen het bedrijf. Mm-hmm. En dan we zijn echt al 2,5 weken, 3 weken, echt een rollercoaster blijf ik het noemen. Voor jonge verslaggevers zoals jij is het denk ik een super leerproces. Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe meeneemt uit dat hele COVID-19, die hele COVID-19 crisis met betrekking tot jouw werk? Wat ik heb meegenomen is eigenlijk dat je raakt geconfronteerd met iets nieuws. En dan moet je het ineens zo heel snel gaan vertalen. En eigenlijk niet emotioneel gaan reageren op bepaalde dingen. Kalm blijven, soms komen vragen op je af. Verifiëren is altijd ook belangrijk. En dat is een van de zaken die ik heb meegenomen. De eerste week ben ik niet direct gegaan naar de persconferentie. Ik bleef thuis kijken. En probeerde ik eigenlijk van te kijken van in welke richting gaat men op, want het was heel nieuw. En ik ben gaan leren van oké, blijf goed analyseren. Je hoeft niet te gaan om een vraag voor een vraag te stellen. Nee, maak je analyse, baken af en dan ga je erop af. En dat heb ik eigenlijk gedaan om te leren om rustig, kalm te blijven en te analyseren. En dan van jouw positie uit is natuurlijk nooit te veel. Mag je doen, denk ik, in die camera. Aan de gemeenschap een sterke boodschap. Surinamers, landgenoten en ieder die hier in Suriname zich bevindt of op de wereld, volg de instructies ten aanzien van COVID-19 om de verspreiding te voorkomen. Aan de regering geef ik als boodschap mee. Probeer een plan, een lang of kort termijn of middellang termijn plan te maken. De groep uit Amsterdam moet nog komen. Begin de mensen alvast voor te bereiden van 2 weken. Houdt het duren voordat we iedereen hier hebben. Na die 2 weken hebben we dan eigenlijk dan
twee weken voor de incubatieperiode. Dus zo'n beetje een maand. Communiceer naar de ondernemer. Communiceer naar de medische wereld. Communiceer naar ieder, zodat we erop voorbereid zijn. Dat is het gedeelte van de regering, maar wij als Surinamers, je bent eigenlijk afhankelijk van je eigen daden. Als jij denkt dat het een pre-pre-sunny is, ga je at the end of the day afhankelijk zijn van de mensen die je moeten helpen. En breng niemand in gevaar, want je hebt alles in eigen hand. Dat is hem. Thank you, Sam, voor je bijdrage, voor je aanwezigheid in het programma. Ik denk dat het lekker pittig geweest is vanuit jouw oogpunt. Thank you. Graag, Sam Blankendal, kritisch as always, maar dat moet wel. En hiermee zijn we echt aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar ik zei het, we beginnen en we eindigen met de maatregelen. Er zijn er drie hele belangrijke waar jij aan kan werken. En dat is nies en hoest aan de binnenkant van je elleboog. Social distancing moeten we in acht nemen. 2 meter tussen afstand waar je ook bent. En ten derde, de hygiëne. Blijf zo vaak mogelijk je handen wassen. Ontsmet zaken waar anderen ook aankomen. En zo help je verspreiding van het COVID-19 virus voorkomen. Dit was aflevering 8 van ATV COVID-19 Update. Bedankt voor uw aandacht. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag.